Goedemorgen. Bonjour. We hebben thee. Van de... Nou, de bedoeling was dat we even thee gingen halen, want we hadden nog een kwartiertje over bij de McDonald's en ik was thuis thee vergeten. Niet wetende dat als je naar de McDonald's in Rotterdam gaat, en dan wel die in de Spaanse polder, dat je gewoon een half uur kwijt bent voor een kopje thee en twee McMuffins. Vier. We kunnen het ook gewoon op video voor twee houden, Tess. Rick, we hebben vier McMuffins. Nou, het is enigszins wel waar, want twee voor jou en twee voor mij, dus twee. Maar goed. En toen konden we ook al niet betalen en toen wou die vrouw toch wel gingen betalen. Nou ja, dat snap ik wel, maar gratis is ook fijn. Dus toen moesten we dat pasje aan haar geven, toen heeft zij betaald. Ja, het is het niet, jongens. Nee. En inmiddels is het dus 9:54, terwijl ik om 22:00 op stal wilde zijn bij Ivy. Want die moet eerst gelongeerd worden. En dan moet je de stal nog doen. Maar we moeten om 12:00 ook weer op Poldijk zijn. In principe heb ik al 1:00 genoeg. Dat zou fijn zijn. Er is wel 1.5 uur gerekend. En je moet ook de benen nog afmaken, hè? Oh ja. Ja. Nou, we kunnen ook vanavond teruggaan. Nou, nee, dan moet het morgen. Want we moeten straks ook nog naar Azelswouderdorp. Naar de les van Astrid. Daar komt Suus kijken voor met de zadels. Naar Horses in Hens. Ja. Dus we hebben een drukke dag vandaag. Dan gaan we donderdag en vrijdag naar Bastiaan de Recht. Morgenochtend hebben we Arnoud. Oh ja, dat was ik alweer vergeten. 9:45 toch? Of 9:45? 9:45 hebben we Arnoud. Yay! Dan hebben we ook nog dinsdag of woensdag Bianca. Ja, dan weet ik niet of... Ik heb Bianca nog niet gehoord. Je moet de Bianca een appje sturen. Ja. Oh. Dus Bianca. Dus al met al een drukke week. Die wat stug van start gaat. Nou, ik moet wel zeggen, we beginnen de week goed met een lekker kopje thee. En dadelijk een heerlijke lekker BTL. Geen idee wat het inhoudt. McMuffin. Bacon, lettuce en tomato. Blettuce. Dat klinkt Russisch. Blettuce, ma. Zijn doof en smeert. Dus nou ja, wij gaan nog even wachten. Ik ga even, hoe heet het? Naar Sophie van Horse & Country appen. Dus die heeft niet gefilmd bij Ivy. Dat was niet zo slim. Nee, ik... Mensen willen graag je gezicht zien. Doe maar niet. Oké, in ieder geval, dus het is dat vergeten. Nu zijn we bij... Ik heb het niet vergeten, maar het was meer... We moesten van de tijdsdruk, want we moesten snel weg. En we dachten dat we vrij weinig tijd hadden. Maar blijkbaar hadden we nog 1.5 uur extra. Want we zijn nu 1 uur te vroeg. Nee, 1.5 uur, want je moet natuurlijk ook nog zadelen en losrijden. Oh ja. Dus we zijn 1.5 uur te vroeg. We zijn bij Horse in Hens. Bij Astrid. Bij Astrid, dus we kwamen Astrid net nog tegen in de auto. Ik zag de paniek in de ogen. Meteen gebeld van, we hadden afgesproken om 2:00. Ja, dat klopt. We zijn een beetje vroeg. Een beetje vroeg, ja. Een beetje vroeg. Maar goed, jij krijgt zo les. En daar krijgen we een apart video van. Ik krijg wel een stukje hierna te zien. Vond dat ik de hele tijd eraan moet zitten en dat ik zelf ook ontspannen ben. Want ik merk ook als ik mezelf vastzet. Ja. Dan zet ik ook automatisch Blondie vast. Ik heb ook nog niet gemerkt dat als ik niet ontspannen ben, kan zij ook niet ontspannen. En dat vind ik dan ook wel heel erg lastig. Want het liefst wil ik haar natuurlijk het min mogelijk belasten. Maar dan hou ik toch spanning in mijn eigen lichaam. Ik heb dan het meeste dat ik dan mijn schouders vastzet. Oh ja. Waardoor ik heel mijn arm vastzet en dat het niet zo lekker gaat. Ik heb net gereden. En omdat ik nooit kleding genoeg kan hebben, gaan we nu naar Suus toe. Suus heeft haar eigen shop. Dus daar gaan we even rondkijken of er nog iets leuks is voor mij. Stel ik Dirk. Ja. Zien de Dirk. Hallo. Hoi. Oeh, het is het groen. Hè? Is het groen? Ja, ik ga net aan. Dat zijn van die speciale reekvoorgelanten. Oh. Het is mooi, hè? Ja. Het is mooi spulletjes. Ik heb het liefst allemaal meenemen, maar dat is, ik denk dat de mama als budget dat niet zo leuk vindt. Nee, ik denk het ook niet. Nou, hier wil een shirtje. Hop, hop. Ik had laatst bij de Horse Store wat gezien. Een Humility shirtje. Lange mouwen, lichtblauw. Base layer. Het lijkt op deze, maar dan het lichtblauw. Ja. Even kijken, dame. Is dat een ice blue? Zo noemen we deze. Bedoel je deze kleur? Meer deze kleur. Het is mint. Mint. Mint.
Of bedoel je azuur? Bedoelde je die? Volgens mij wel, maar ik weet niet zeker. Kijk. Volgens mij was het iets lichter. Ja. Nee, dat kan niet. Wacht, is dit dezelfde? Dat is dezelfde. Ja. Oh ja, dan dat is dezelfde. Ja, ja, ja. En dit is een S'je. Even kijken, dit is een medium. Ik heb S, XS met die dingen. Met XS past het best. XS heb ik nu niet hangen. Ja, dan S kan ik wel. Even passen? Ja. Ja, ik zou hem even passen. Even kijken. Even kijken. Hier heb je CC. Je hoort het wel, want ik praat best hard. Oh. Ja? Kijk, CC is close contact. Ja? Dat is springen. Dan ga ik even laten zien waar die andere zit. GP is general purpose. General purpose is algemene, gewoon voor veelvuldig gebruik. Ja. Dus zowel voor springen als voor veelzijdig. Oh. Dus CC is close contact, dat is springen. En GP is general purpose. Daar zit het in. Ja. We hadden een hele discussie hierover van wat het zou zijn, maar het zijn dan blijkbaar Engelse afkortingnamen. Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Nou, mooie keuze. Hè? Ja. Goed zo. Zal ik het in een zakje doen? Ik neem het zo mee. Neem het zo mee? Oké, okay. Toppie. Nee. Kijk, ik heb wel een beetje matchy ook met mijn nagel bij. Ja, stoer. Zie je dat het die kleur wel is? Ja. Ja. Mooi man. Dat vind ik leuk. Ja, leuk. Suus, heel erg bedankt hoor. Graag gedaan, meisje. Heel veel plezier ermee, hè? Dankjewel, ga ik zeker. Leuk. Hi! Ik vond het wel een mooie thumbnailfoto. Of... ja. Goedemorgen! Het is vandaag dinsdag. En we hebben vandaag al een drukke dag achter de rug. Ik heb vanmorgen de hond uitgelaten. We zijn naar de sportschool geweest en ik was helemaal back af. Dus naar huis gegaan. Gedoucht. En toen zijn we naar Blondie gegaan. Vandaag gaat Blondie als eerst. Mijn armen lijken echt heel klein in vergelijking met jouw hoofd. Je hebt een groot, dik hoofd. Ik ga morgen spierpijn krijgen. Dat is niet normaal. Het was vandaag echt alsof Arnoud ons dood zou hebben. Mijn haar gewassen, dus we moeten er even op drogen. Maar ik wil ook niet met los haar rondlopen, want dan ben ik zo'n high-class bitch met los haar. Sjoe is er ook, alleen, ja, ik moet nog even heen trouwens. Maar ik ga nog niet zaden poetsen en dan kan ik gaan rijden. Ja. Tess had wat realisatie- en nadenkmomentjes, dus die zit wat minder lekker even in de vel. Hoort erbij, niks aan te doen. Komt later nog wel een video over, maar nu nog even niet. Tess gaat nu even lekker even rijden. We zijn on my way to Bastiaan Drecht. Daar gaan ik, Daan en Steef. Het hoort eigenlijk anders. Daar gaan Daan, Steef en ik. Oh, daar gaan Daan, Steef en ik. Heel goed. Rijden en les krijgen van Bas. Amber, ik weet niet of die ze gaat behandelen. Ik ook niet. Oh, dat weten we nog niet zeker. We gaan wel livestreams doen. Je gooit een microfoontje in je kin. We gaan wel livestreams doen en we hebben een druk programma. Jolientje gaat ook mee, dus dat vind ik altijd wel weer gezellig. Jolien is mijn bestie. Ik zorg ervoor dat mijn telefoon opgeladen is, dan spelletjes te doen. Vraag ze altijd naar, dat is wel grappig. Maar wij gaan nu 2 uur en 3 kwartier in de auto zitten. Waarschijnlijk 3 uur lang, of wel langer. We hebben ook nog een trailer achter ons. Ja, dus wel langer. Zijn we rond 1 uur. En dan, dan zijn we er. Ja, ik kan er ook niet heel veel moois van maken. Dan zijn we er. Je moet nog zeggen, we zijn met de... Oh, we zijn met de Boer on Tour. Ik heb dus les gehad. En het ging best wel heel erg goed. We hebben nu voor het eerst schouder binnenwaarts gedaan. Of schouder voor. Of, het was nog niet helemaal schouder binnenwaarts. Ja, dat was het wel.
Ja, weer veel geleerd en kunnen we weer aan de slag met sommige dingen. Ik kan ook weer dingen bij Ivy toepassen, dus dat is ook weer heel fijn. Dus, een tijdje later en hebben we twee trainingen gehad. Bloemie die wou niet zo graag naar huis toe, dus ik moest helemaal met haar meelopen op de trainer. Normaal gesproken rent ze er nog net niet in. Maar we gaan nu weer naar huis toe en dan zie ik jullie daar.